Het derde blok van Feyenoord in het seizoen 2024-2025 is er één van uiterste. Veel toppers, een jongensboek in de Champions League, prachtige teamgoals, maar ook teleurstellingen. Feyenoord start zaterdag 19 oktober aan blok 3 met een uitwedstrijd bij het goed presterende Go Ahead Eagles. Maar het is de ploeg van trainer Brian Priske die een voetbalshow verzorgt in de Adelaarshorst. Osman, dat gaat heel makkelijk. Osman, en dat is prachtig afgerond. Hier zit Feyenoord ertussen en is dus de volgende kans daar. En is het tweede doelpunt daar. Milambo scoort. Timber veroverd. Timber. Schot van Timber! Zelf de bal veroverd. Zelf het doelpunt gemaakt. En Feyenoord vlak voor rust op 3-0. Milambo. Paixão. Osman, ineens overstapje, wat een schitterende treffer. Dit is niet door de afronding, maar door de aanval een van de mooiste die we dit seizoen hebben gezien. Een aanval uit het boekje, waarbij het vaak één keer raken is. Weten waar je ploeggenoten zijn, het overstapje, de afronding. Werkelijk, alles klopt. Feyenoord speelt de go-ahead hier helemaal zoek. Zerouki. Meegeven aan Wang. Die geeft hem voor. En daar is het buitenspel. Dus gaat voor Carranza. Het feestje nog even niet hoor. Ah, de VAR beslist inderdaad. Doelpunt. Het is 0-5. En Carranza heeft zijn eerste van Feyenoord te pakken. Dokkers goed. Controle en de paas. Edwardsen. Het is 1-5. Feyenoord wint, zeer overtuigend, met 5-1. 1-5. Het zijn prachtige cijfers in een wedstrijd waarin Feyenoord de schroom van zich afgooit. En het kan het goed gebruiken als we 4 dagen later actief zijn in de Champions League tegen de Portugese topclub Benfica. De sfeer is schitterend in Stadio da Luz. Bijna 70.000 mensen voor een kraker in de Champions League tussen Benfica en Feyenoord. In de 12e minuut van de wedstrijd, waar het maar niet wilde lukken in Girona, is het nu bij de allereerste kans gelijk raak voor de Japanner. Timber met de aanname naar voren, waarmee hij wat ruimte voor zichzelf creëert. Het is geen buitenspel van Paixão en dan de positie kiezen van Ueda. Dat is eigenlijk perfect. Hetzelfde geldt voor het terugtrekken van Paixão. Puntgave assist. In de korthoek geprikt door Ueda. Feyenoord op voorsprong in Lissabon. Timber naar Paixão. Timber. Weer dat een goede opendraaien en strak inpasen. Milambo! Ja! En deze zal tellen. Weer Milambo. Opnieuw die jonge Feyenoorder die zich fantastisch ontwikkelt dit seizoen. En hij verdubbelt dan alsnog de voorsprong. 8 minuten na dat afgekeurde doelpunt van Ueda. Feyenoord alsnog op 2-0. Paixão. Benfica met 4 man eruit. Pavlidis, hier is Beste net in het veld. En daar de goal. De aansluitingstreffer van Arthur Koglu. Als
Spellen de Reuter niet kan controleren. Araujo. De reactie van Spellen de Reuter mag er zijn. En zo houdt hij Feyenoord op een 2-1 voorsprong. De vingertoppen en de lat. Voor de goal. Trauner. En daar staat Milambo. En die gaat erin. En dan lijkt het wel klaar te zijn. Dan wordt het 1-3. Het is de tweede van Milambo. En de bekroning van een schitterende wedstrijd van de Rotterdammers. Om te winnen in Lissabon. Dat is nog heel weinig ploegen gegeven. En de Engelse club zo helemaal niet. Daarvoor moet je bijna 50 jaar terug in de geschiedenis. Feyenoord verslaat Benfica met 3-1. Het was een collectieve teamprestatie. Het helft van de laarsje over de knie gelegd. Feyenoord naar 6 punten. En er is niets onverdiends aan. Feyenoord verslaat Benfica in Lissabon. Het wint met 3-1. Feyenoord overklast Benfica tijdens een heerlijke voetbalavond. En 4 dagen later reizen we af naar de Galgenwaard voor de ontmoeting met de verrassende nummer 2 in de Eredivisie. FC Utrecht. Ook in deze uitwedstrijd pakt Feyenoord weer snel het initiatief. Hoe verhoudt Utrecht zich tegen Feyenoord? Utrecht dat 6 punten voor staat ten opzichte van de Rotterdammers in de competitie. Feyenoord een basisplaats voor Jivairo Riet. Dat is voor de eerste keer in zijn carrière dat hij in de basis staat in Feyenoord 1. Hetzelfde geldt overigens voor Julian Carranza. Jordan had een beetje last van zijn hamstring. En Bart was nog niet zeker of hij kon spelen, dus ik had wel zo mijn vermoedens. Maar pas gisteren voor de wedstrijd kwam de trainer naar me toe. Toen we even praten, blablabla. En toen vertelde hij dat ik in de basis zou staan. Ja, natuurlijk ben je blij. Natuurlijk komt er gelijk spanning naar boven. Maar op de training zelf gaven de jongens maar veel vertrouwen. Weet je, je mag fouten maken, we zijn allemaal mensen, dat is normaal. Maar ja, geef gewoon doe gewoon je best. Dat heb ik zeker gedaan. Dus het voelde wel goed. Die Paisao eigenlijk continu volgt als hij naar binnen trekt. Moet Booth mee verdedigen ten opzichte van Bueno. Hier versnelt Feyenoord met Carranza. Carranza zoekt de ruimte om uit te halen. Dat is nog niet gelukt, maar daar wel het schot. Arm langs het lijf. Bueno laag en binnenlopen. En zo staat Feyenoord met 1-0 voor door de goal van Carranza. In de 12e minuut. Nuttig werk van Milambo even daarvoor. Hier is Feyenoord met Timber. Schip langs de bos de kant. Schot van Timber. Ach, die schitterend binnen. Gordroog. Feyenoord met 2-0 voor. Quinten Timber. Zijn 4e van het seizoen. Feilloos binnengeschoten. Dan speelt die jonge Reed als rechtsback eigenlijk een wedstrijd alsof hij al een hele tijd meedraait. En hoe voelde het in het veld nu vandaag? Ja, het was zwaar. Het was heel zwaar. Mijn benen zijn ook een beetje zwaar, maar ja, de jongens helpen me heel erg. En dan zie je ook dat het wel makkelijker gaat. En ook op training, dan raak je een beetje gewend aan elkaar. Ik had in de rust al een beetje zware benen van de Euroleague wedstrijd. Maar ja, gewoon praten met jezelf, jezelf vertrouwen geven en gewoon doorgaan, niet stoppen. En dat heb ik naar mijn gevoel wel gedaan. It's never easy when you're away and then you have to try to go for the look for the game. 2-0, I think is the worst result, because if they score one goal they come. So it was hard for us. We were running everywhere trying to defend, but hopefully we got the 3 points and the clean sheet. And they scored the 1-2 in first instance, but it was disallowed. Happy with that? Yeah, we were relieved in the bench with Hugo. I was sure it was a goal, but Hugo told me that he was offside for a little bit. So I believed him and I was super happy that he was offside, because we'll be able to keep the clean sheet and no goal concede, so happy with that. Deze wedstrijd zit in ieder geval voor de Rotterdammers in de tas. Knappe prestatie, maar
de zeker in fysiek opzicht zware wedstrijd in Lissabon. Weet Feyenoord ook deze wedstrijd tegen een zeer gemotiveerd en goed geprepareerd FC Utrecht tot een goed einde te brengen. Feyenoord beleeft 8 geweldige dagen met 3 overwinningen in 3 zware uitwedstrijden. Het vertrouwen is groot als woensdag 30 oktober Ajax naar de Kuip toe komt, maar helaas komen we in deze klassieker tekort. Daar zijn Feyenoord en Ajax voor hun onderlinge confrontatie in punten gelijk. Feyenoord had daar 1 wedstrijd meer voor nodig dan Ajax. Een beetje ruimte voor de Braziliaan. Ja, dat doet hij veel de laatste week. Als hij voor zijn voeten heeft, gelijk uithalen. Aan de andere kant Taylor en Bellenreuter zit helemaal mis. Taylor en zo komt Ajax op voorsprong. Probeert Wakker nog te corrigeren. Maar leidt aan de Amsterdammers in de 16e minuut. Nieuwe corner van de Amsterdammers. Bellenreuter. Binnengeprikt van dichtbij, zo staat Ajax met 2-0 voor. De goal van Jorel Hato. Vasthouden door Baas. Helemaal niet op de juiste plek genomen natuurlijk, maar Feyenoord mag door met Osman. Nu weder voor de goal. Osman, daar gaat het richting de Japanner. Milambo, en die raakt hem helemaal verkeerd. En pas weer met de redding. Osman. Ingebracht door Osman. Ajax verdedigt. Wang uit de tweede lijn aangeraakt. En dan is het Carranza die hem nog toucheert. Ja, Ajax voetbalt eigenlijk niet meer in de tweede helft. Feyenoord wordt door Ajax het voetballen zo'n beetje onmogelijk gemaakt. Het was een knappe reeks overwinningen achter elkaar voor Feyenoord. Een halt toegeroepen door een zeer effectief Ajax. Hier is Trauner. Small. Gemist en daar nog de kans om het spannend te maken. De redding van Pasveer. Ajax wint deze klassieker met 2-0. Het is een week van opkrabbelen en weer doorgaan, want na de teleurstellende klassieker werkt Feyenoord 3 dagen later alweer een nieuwe topper af in de Kuip tegen AZ. Faisal, hij 1-1 met Mullenwolf. Daar langs en Carranza krijgt hem op zijn hoofd. Is het Hens of niet? Ik denk dat we het een beetje lastig hadden met een druk, met een 1-op-1 overal. Dat we de voetballend wat moeizaam onderuit kwamen in de eerste helft. Ja, I think we had also good chances in the first half. We just missed a little bit of quality in the final third. Ivan Nusic, ja, oh, wat een geweldige redding. Die graag opduikt en waar hij hier de mogelijkheid krijgt om wel breed te spelen. En dan is tegen de verhouding in. 1-0. Carranza, doorkoppen, Faisal. Tegenover Mullerwolf. Faisal. En die valt zomaar binnen. De gelijkmaker van Paisao. Carranza links, ja, meenemen, nu terugleggen, of inschuiven. Iva Nusic. I think we played on a high rhythm, so we pressed them good. And then when we scored the first goal, it opened. So I think we had more chances to score. It could have been easier, but at the end, yeah, like I said, the most important thing is win. And your goal follows out of high pressing. It must feel great that practice makes perfect then.
Yeah, of course we like to press. I think it's one of our strength, this counter press, and yeah, Juli gave me a perfect ball. It was a very, very nice goal. De actie van Hartsmoussa. Hoppakee. Hartsmoussa hard voor. Nieuwkoop, Osman spectaculair. En de 3-1 is daar, Ibrahim Osman. Ik dacht, als ik mij de eerste leg, dan wordt het wat chaotisch. Dus ik heb niet gezien wie er bij de tweede stond, maar ik dacht, ik moet hem net eroverheen leggen. En gelukkig stond Osman daar om hem heel mooi af te maken. Als Spookwood bal zit, heeft Meerdink vrij loopt. En Meerdink die bal binnen schiet voor 3-2. Ik dacht eerder dat de 4-1 nog zou vallen dan de 3-2. Ja, ik denk hoe we daarna hebben verdedigd dat heel, heel goed is. Zij komen natuurlijk met heel veel lange ballen van achteruit. En met extra spitsen op het veld. En ja, ik denk dat we dat gewoon heel goed hebben verdedigd in toch denk ik een minuutje of 10. En dan zit de wedstrijd erop. En is er de zegen voor Feyenoord. Met 3 punten op zak kan Feyenoord ook goede zaken doen in de vierde speelronde van de Champions League als we het puntloze Red Bull Salzburg ontvangen. Maar ook op deze intensieve voetbalavond kunnen we helaas geen vuist maken. En daar valt hij nog. Daar valt hij nog voor Salzburg. In de extra tijd van deze eerste helft is het 0-1. Bueno. Dat was vrij gedaan, Ivan Uzec. Bueno. Op tijd met die voorzet ook nog. En daar is al die eerste kans naar rust. En die is voor Paixão. Corner van Clark. Piatkowski gaat omhoog. En dat is de tweede goal voor Salzburg. En de tweede goal van Konaté. Corner bang. Achterin is Nieuwkoop. Nieuwkoop, doet hij het? Nee. Oh, hij doet het niet. Natsch duwt hem door naar Paixão. Oh, dat mag niet, zegt Roemzas. Uitermate ongelukkig. Mal geeft aan en bijna. Ivan Uzec, Hartsmoussa, ja! Hartsmoussa doet het! 1-2. Wat een schitterende actie van Hartsmoussa. En na die enorme domper van zojuist, nu een opsteker van je welste. Cabaldo. Oeh, daar zit Hansko behoorlijk mis. Maar hij komt dan toch tot de conclusie dat die actie van Hansko bestraft moet worden met een penalty. Als deze penalty erin gaat. Nee, Konaté, hij doet het niet. Ja, Feyenoord komt nu een mannetje tekort op het middenveld. Oh, hij gaat er alsnog in. Feyenoord loopt op zijn tandvlees en sluit een zware periode af in Almere in een wedstrijd waarin de 18-jarige jeugdspeler Zepi Quenyo Redmond zijn debuut maakt in de hoofdmacht. En ook de doorbrekende Anis Hartsmoussa kent een mooi basisoptreden. Paixão. En die bal gaat in één keer binnen voor Feyenoord. Dat ging erg makkelijk en snel. Schouder. Doet het wel heel erg simpel en dan is het raak voor Almere.
Curaçao. Achterwaarts verlengd. Wat geweldig gedaan door Hartsko. En dan is het Zerouki die mag afronden. En staat Feyenoord weer aan de leiding. Natje peukt zich er een weg doorheen. Belen is daar ook nog. Belen en de goal. En hier is dan Hadj Moussa. En die gaat erin. En zo wordt het 4-1. Na die zepert van woensdag tegen Salzburg zal Priske toch tevreden zijn dat dit blok aan wedstrijden voor weer een interlandperiode goed wordt afgesloten met een overwinning.